Kerst komt steeds dichterbij, jongens. Ik heb er super veel zin in. Hoe staat het eigenlijk bij jou met de voorbereidingen? Heb je de boom al staan? Weet je al wat je gaat maken? Of krijg je meteen het zweet onder je oksels als je moet gaan bedenken wat je dit jaar nou weer met kerst moet gaan doen? Geen stress, geen paniek. Ik ga je helpen. Ik ga deze week allemaal kerstgerechten maken en ik ga antwoord geven op heel veel kerstvragen. Een soort eerste hulp bij kerst dus. Ben jij met kerst dit jaar chef voor gerechten? Dan zou ik zeker blijven kijken. Ik ga er vandaag namelijk 3 maken. Vis, vlees en vega. Ze komen ook alle 3 voorbij. Denk bijvoorbeeld aan een Hollandse garnalencocktail of een carpaccio van groenten. Of een dagje van een lekkere salade van eendenworst. Klinkt goed toch? Zullen we aan de slag gaan? Zit je dit jaar nou te denken aan een vleesvoorgerecht? Maak dan bijvoorbeeld de salade met gerookte eendenborst en frambozen. En daar heb je maar een paar dingen voor nodig. Vooral natuurlijk de frambozen en de gerookte eendenborst. Ik begin met het maken van de dressing. Ik heb een hoge maatbeker. Daar ga ik de helft van de frambozen in doen. En ik heb nu natuurlijk verse frambozen. Maar je zou eventueel ook diepvriesframbozen kunnen gebruiken. Hou er in ieder geval voldoende over om lekker je salade straks mee te kunnen garneren. Ik heb hier wat Dijon mosterd. Dat is lekkere scherpe mosterd. Die voeg ik ook toe. Klein beetje azijn. Dat is 1 eetlepel ongeveer. En extra vierge olijfolie. En dan gebruik ik 3 eetlepels. Want een goede vinaigrette heeft eigenlijk altijd 3 eetlepels vet. Dus olijfolie in dit geval. En 1 eetlepel zuur. Klein snufje zout erbij. Dan dit apparaat. En dan maal je hem totdat hij mooi glad is geworden. Ik ruik de frambozen. Super lekker. Dan ga ik hem ook heel even proeven. Oh, zo lekker. Die frambozen, dat geeft het gewoon echt een beetje een zoet-zure smaak. Heerlijk. Mm. Als je een dressing maakt, zijn er natuurlijk een paar dingen die mis kunnen gaan. Waaronder bijvoorbeeld dat die te zuur is. Wat kun je doen om dat op te lossen? Je kunt een klein beetje extra olijfolie toevoegen. Of een klein beetje zoetigheid. Dus denk aan wat suiker of wat honing. Dan trek je hem eigenlijk altijd weer goed. Maar hij kan natuurlijk ook te flauw zijn. Wat je dan doet, is juist weer een beetje extra zuur toevoegen. In dit geval zou dat azijn zijn. Maar je kan citroensap gebruiken, limoensap, dat werkt allemaal. En een algemene tip. Zorg dat die dressing altijd echt net iets te is. Dus dat je tranen nog net niet in je ogen springen. Zodat je eigenlijk weet dat als hij eenmaal op de salade gaat, die natuurlijk een beetje een neutrale smaak heeft, dat hij dan perfect is. Nou wil ik hem natuurlijk ook nog eventjes naar kerstproof trekken. Restaurantdressing. Ik heb hier een kom met een zeef erin. Daar gaat het hele goedje in. Moet je nou kijken. Oh, het ziet er mooi uit, hè? Ik doe dit met een houten lepel. Dus laat je thuis niet verleiden om het met een gewone lepel te doen. Want dan kun je namelijk een metaalachtige smaak aan je dressing krijgen. Dus dit werkt wel echt het beste. Volgens mij is hij goed zo. Onderkant er ook nog even af. Kijk nou, supersnelle, prachtige roze dressing. Dit waren natuurlijk mijn tips om een goede dressing te maken. Was een van het antwoord op jullie kerstvragen. Want ik heb jullie natuurlijk laatst opgeroepen om mij deelgenoot te maken van al jullie kerstkookproblemen. Ik kreeg een heleboel leuke reacties. Waaronder, hoe zorg ik nou dat de vulling niet uit mijn vlees loopt? Nog eentje was, hoe zorg ik dat mijn bladerdeeg niet te klef wordt? Kom ik allemaal nog op terug deze week. Maar voor meer inspiratie, kijk even op jumbo.com/eerstehulpbijkerst. Ik ga het bordje opmaken. Dat is natuurlijk ook heel leuk om dat met kerst mooi te doen. Een mooi bord. Begin even met de dressing. Vaak heb je een salade, doe je dressing overheen en hussel de hussel de hussel. Alle dressing zit om de blaadjes heen. Maar dat ziet er niet per se altijd heel mooi uit. En gezien we vandaag zo'n prachtige dressing hebben, dacht ik, begin alvast met een beetje dressing op het bord. Een paar plukjes veldsla. De eendenborst. Die is natuurlijk lekker gerookt. Ik heb hier natuurlijk nog de framboosjes. Ook die steek ik er een beetje tussen. Dan heb ik nog een klein beetje dressing. Komt die hele gave roze kleur weer. En als laatste een draai aan de pepermolen.
Kijk, we hebben gewoon sneeuw. Tadaa! Kijk dan. Echt fris groene salade. Dat roze van die frambozen met die dressing, dat is natuurlijk ook contrast. En dat is met kerst ook altijd fijn, hè? Zorg voor contrast op je bord. Ik vind het een plaatje. Enjoy! Tijd voor het tweede voorgerecht van vandaag. Eentje met vis. Ik maak vandaag een Hollandse garnalencocktail in avocado. Het is natuurlijk voor heel veel mensen een klassieker, want het is natuurlijk ook super lekker. Dat vinden heel veel mensen. Ik ook. Daarom is het leuk om er een smaaktwist aan te geven. En dat doe ik met een grapefruit. En daar heb ik natuurlijk ook verder voor nodig, de Hollandse garnalen. Ik begin met de grapefruit. Die ga ik segmenteren, zoals ze dat met een chic woord noemen. Dat betekent eigenlijk gewoon de partjes eruit snijden, tussen de vliesjes uit. Ik snij aan de boven- en onderkant een stukje van de grapefruit af. Want kijk, zo gaat hij niet rollen. Zo blijft hij goed staan. En dan kun je dus met een mooi scherp en flexibel mes, dat is wel even een dingetje, dat je er eentje gebruikt die goed beweegt. Want als je een heel stevig, sterk mes gebruikt, dan snij je waarschijnlijk of te veel van de schil eraf, of juist weer te weinig, waardoor er wit overblijft. Ik hou hier het vruchtvlees over van de grapefruit. Dan pak ik even een kom met een zeef erbij. En met hetzelfde scherpe mes snij ik tussen de vliesjes de partjes eruit. Kijk, dan krijg je van die mooie, perfecte grapefruit partjes. Nou zie je dat ik een zeef onder de partjes heb gehouden. Of onder de grapefruit eigenlijk. Daarmee vang ik de partjes mooi op. Maar je houdt natuurlijk nog een heleboel grapefruit over. En als je die eens even lekker uitknijpt, komt daar onderin dat lekkere sap. En dat kun je straks weer gebruiken om de dressing mee op smaak te brengen. Goed. Wat mij betreft ziet dat er goed uit. Pak ik nog even een klein mesje erbij. En met het kleine mesje halveer ik de kleine partjes. En de grote partjes snij ik in drieën. Goed, de grapefruit is gesneden. Zet ik dat eventjes aan de kant. Dan de bieslook. Ik heb hier een half bosje bieslook. En die snij ik even mooi fijn. Even mooie dunne stukjes van snijden. Mooi fijn gesneden bieslook. Ook die haal ik eventjes aan de kant. Goed, de garnalencocktail heb je waarschijnlijk heus wel eens gemaakt. En ik heb je nu natuurlijk al een smaaktwist gegeven. Maar ook qua presentatie kun je natuurlijk iets leuks ermee doen. En dat doen we vandaag met één avocado. Nou ja, twee in dit geval. Met een scherp mes halveer ik de avocado. Dat doe ik ook eventjes bij de andere. Dan pak ik er een lepel bij. En met die lepel lepel ik het vruchtvlees eruit. Probeer dat eventjes in een geheel te doen. Want ik ga namelijk zo meteen blokjes snijden van het vruchtvlees. Dus het moet wel eventjes mooi heel blijven. En wat dan zo leuk is, dan heb je vier kleine schuitjes. En dan kunnen we straks de garnalensalade in serveren. Leg deze even aan de kant. Pak ik mijn scherpe mes er weer bij. En daarmee snij ik de avocado in mooie blokjes. Blokjes, kleine dobbelsteentjes ongeveer. Yes, deze is ook gesneden. Schep ik dit alvast in een grote kom waar ik straks alles bij elkaar ga doen. Waar het een mooi geheel gaat worden. Dan voeg ik daar de garnalen aan toe. Dit zijn Hollandse garnalen. Die hebben natuurlijk altijd extra smaak. Gewoon roze garnalen zien er vaak prachtig uit. Maar die zijn wat flauwer. Dus ik ben altijd dol op deze. De grapefruit gaat erbij. Ongeveer de helft van de bieslook. De rest gaan we straks gebruiken om te garneren. Klein beetje van het grapefruitsap. En een klein beetje citroensap. Even rollen met de citroen. Thank you.
gewoon, dit kun je een beetje naar smaak doen. Ik denk ongeveer een eetlepel aan citroensap, zoiets. Een beetje peper en zout mag er ook wel bij. En dan voorzichtig omscheppen, zodat die avocado niet kapot blijft, gaat. Oh, eerlijk is eerlijk. Ik kan dit zo in mijn eentje oplepelen. Zo lekker. Even proeven of die goed is qua smaak. Ja. Heerlijk. Zetten we deze aan de kant. We kunnen die smaak even goed in elkaar trekken. En wat hoort er nou bij een klassieke garnalensalade? Juist, cocktailsaus. Die gaan we zelf maken. Ik heb hier mayonaise. En een klein beetje spierballen nodig, zie ik. Ongeveer 6 eetlepels. Een klein snufje cayennepeper. Dat geeft natuurlijk een beetje een kick. Ongeveer een kwart theelepel zou ik zeggen. Ik heb hier lekker wat droge sherry. En een eetlepel ketchup. Als je dit dan goed door elkaar heen roert, dan krijg je als het goed is die mooie roze kleur. En je ziet hoe ontzettend makkelijk het is, hè, om je eigen cocktailsaus te maken. En wat is nou het verschil tussen cocktailsaus en whiskysaus? In whiskysaus wordt de alcohol vervangen door whisky. Ook super lekker. Als je dat in huis hebt, doe je dat erin. Oh Bertha, ik heb dan een vraag. Ja. Wat als ik dit nou voor mijn kinderen wil maken en ik niet die sherry wil toevoegen? Tja, dus, je zou bijvoorbeeld een beetje appelazijn kunnen toevoegen. Dat heeft wel een beetje die kracht, maar geen alcohol. Ja. Deze ook even proeven. Oh, bordje lekker. Ik ga hem opmaken op een bordje. Ik begin eventjes met een klein beetje salade. Want zoals je ziet, die avocado's die zijn natuurlijk rond aan de onderkant. En je kan er ook niet meer echt een plakje afsnijden, want dan hou je niet zo heel veel over. Dus mijn tip is om een klein beetje salade vast op het bord te doen. Het geeft ook meteen een mooi kleureffect. En als je dan, net zoals bij de stampot, een kuiltje erin maakt met de lepel, dan leg je daar de schil op en dan blijft hij mooi staan. Lekker nog wat van de avocado garnalensalade erin. En we hebben natuurlijk nog wat bieslook over om te garneren. Weer sneeuw. Alles is vandaag in het thema van sneeuw. En dan de cocktailsaus. Beetje eroverheen. En dat vind ik zelf altijd zo mooi. Als je ook een klein beetje op het bord doet. En net zoals bij het vorige gerecht, zie je dus dat contrast een heleboel doet voor je gerecht. Gaat nog een klein beetje bieslook overheen voor de kleur. En omdat ik het toch heb staan. En wees hier voorzichtig mee, hè, want dat is natuurlijk hartstikke heet. Kijk dat mooi van dat bord af springen ook, die kleur. Dit is hem hoor. De klassieke garnalencocktail, maar dan met een twist. Geweldig. Kijk nou hoe lekker dat eruit ziet. Fantastisch toch? Deze week ben ik er voor iedereen met kerst. Geen keukenstress dit jaar, hè? Beloof het me. Een van de mensen die mijn hulp inriep was Denise. Denise, die kon niet zo goed draadjesvlees maken. Denise, jouw vorige kerst liep niet helemaal zoals gewenst, geloof ik, qua koken. Nee. Vertel. Vorige kerst was het de bedoeling dat ik samen met mijn moeder mijn oma's legendarische draadjesvlees zou gaan namaken. Ja. En voor witristen was gewoon het huis zwart van rook. Want het was volledig aangebrand. Oh nee. Zwart. Oh, zwart ook echt. Zwart, aangebrand en stinken. Ja. Wat zei oma? Oma was nog te beleefd eigenlijk om te zeggen van ja, weet je, dit ga ik niet opeten. Ze heeft het opgegeten. Uiteindelijk heeft iedereen een stukje gegeten. Maar mijn vader was degene die ook zoiets had van hey jongens, dit ga ik niet eten, want dit is gewoon aangebrand. Wat wil jij vandaag van mij leren? Ik zou heel graag mijn familie opnieuw draadjesvlees willen voorschotelen. Ja, durf je nog?
Ik ga het proberen. Zullen we gaan beginnen? Ja, is goed. Top. Lekker. Gaan we beginnen met de bleekselderij. Bleekselderij heeft best wel een taaie schil. Dus die kun je er met de dunschiller vanaf halen. Alle drie de lappen kunnen erin. Tip 1. Gebruik rib- of sucadelappen. Dat vlees bevat iets meer vet, waardoor je stoof nog smaakvoller en malser wordt. Dan gaan we even alle groenten toevoegen die we hier hebben liggen. Ruik je kerst? Ja, ik ruik het. Het ruikt een stuk beter dan mijn vorige kerst. Tip 2. Gebruik goede wijn. Daar wordt je stoof zeker weten lekkerder van. En schenk die wijn er ook langzaam bij. Als je het te snel zou doen, dan kan het vlees samentrekken en heb je kans op taai vlees. Dan nu de deksel op de pan en dan nu 3 uur wachten. Dan gaan we nu de cranberries toevoegen. En die moeten ook nog een half uurtje mee sudderen. Tip 3. Hoe voorkom je nou aangebakken vlees? Braad het aan in de pan. Haal het eruit. Bak in het achtergebleven vet de uitjes, de groenten, de knoflook. Leg het vlees weer terug in de pan en ga door met het recept. Wow. Valt gewoon echt helemaal uit elkaar. Ja, ik denk dat oma echt trots zou zijn. Kijk dan. Draadjesvlees. Heerlijk. Voor oma. Mag ik een hapje proeven? Ja, jij wel. Super lekker. Heerlijk. Neem deze mee naar huis, ja? Wil je nou nog meer kooktips? Kijk dan op jumbo.com/eerstehulpbijkerst. Zijn we alweer toe aan het derde en laatste voorgerechtje. En dat is een vegetarische. Ik ga carpaccio maken, maar natuurlijk dus niet van rundvlees. Maar dat ga ik doen met venkel en met radijsjes. Super lekkere combinatie. Ik begin met de groenten. Ik heb hier dus venkel. Die venkel, daar haal ik eventjes die stengels aan de bovenkant voor de helft ongeveer vanaf. Ik laat er eigenlijk altijd een klein stukje aan vastzitten. En aan de onderkant, dat kan je hier ook wel zien, daar waar die afgesneden is, daar is het vaak een klein beetje bruin. Dus die snij ik er ook even af. En dan halveer ik de venkel. En ik vind venkel zelf het allerlekkerst als ik hem echt flinterdun op de mandoline snij. Dat is zo'n apparaat, daar kan je heel mooi dun mee schaven. Venkel leg ik op de mandoline. Met het houdertje, zodat ik mijn vingers er niet af mandolineer. Dan moet je kijken wat een mooie, doorzichtige plakjes venkel je dan krijgt. Je houdt wel altijd een klein stukje over. Die kun je natuurlijk opsnoepen, hè, tijdens het koken. Dan gooi ik de venkel even hier in de bak met ijswater. De tweede soort groenten van vandaag zijn de radijsjes. Die snij ik eventjes van het groene blad af. En het is leuk, want het zijn alle twee lekkere, frisse, knapperige groenten. Venkel heeft natuurlijk een beetje een anijsachtige smaak. En radijs heeft een scherpe, pittige, frisse smaak. Goed, ze zijn klaar om geschaafd te worden op de mandoline. Mooie dunne plakjes. Dat is toch een top ding om te hebben. Kun je misschien ook nog voor kerst vragen. Dat is wel leuk als cadeautje. Yes! Het scheelt toch een hoop tijd, hè, zo'n mandoline. De kontjes kunnen weg. Ook de dun geschaafde radijs gaat bij de venkel. Dan heb ik hier nog prachtige groene pistachenoten. Die zijn en lekker omdat ze een beetje zoet zijn. Maar ik vind ook dat ze een hele gave kleur hebben. Echt bijna fluoriserend groen altijd, die pistachenoten. Ik heb deze even kort geroosterd. Ongeveer 3 minuutjes in een droge koekenpan. Dat geeft ze toch altijd weer net een beetje meer diepte qua smaak. En die hak ik, maar ik hak ze niet helemaal kapot. Omdat ik wel die hele gave groene kleur wil blijven zien. Ik ga verder met de dressing. Ik heb hier een grote kom en een sinaasappel. Die is al schoongeboend. De helft van de schil gebruik ik in de dressing
als fijne rasp. Oh, dat ruikt zo lekker. Dat is ook meteen echt kerst, hè? Sinaasappelschil. Kruidnageltje erbij. Heerlijk. Kan dit allemaal in de kom. En de rest van de sinaasappel, er zit ongeveer een halve sinaasappel aan schil. Daar trek ik even sliertjes van met de zesteur. En dat is leuk ter garnering strakjes. De sinaasappel zelf gebruik ik ook het sap van. Dit leuk ding. Pers ik even al het sap eruit. Het is natuurlijk lekker om in plaats van azijn een keer sinaasappelsap te gebruiken. Het is wel fris en een beetje zuurig, maar ook meteen een soort zoetigheid heeft het. Er komt nog altijd een hoop sap uit de sinaasappels. Hier voeg ik een theelepel mosterd aan toe. Dus dan heb je zoet, dan heb je pittig, je hebt zuur. Dan heb je natuurlijk ook nog wat olie nodig. Ongeveer een eetlepel gaat erin. Lekker wat zout. Beetje vers gemalen peper. En met de garde klop ik daar een mooie egale dressing van. Volgens mij staat alles klaar. Zo makkelijk is het dus. Ik wil je wel alvast gaan vertellen wat ik morgen en overmorgen ga doen. Morgen ga ik kijkers uit de brand helpen met hun kookvragen. En overmorgen ben ik er ook weer. En dan gaan we hoofdgerechten maken. Ik maak een heerlijke kalkoensnietsel met cranberry saus. Ik maak zalm in bladerdeeg. En ik maak ook nog een vega variant. Dat wordt een soort pompoenrollade. Super lekker. Dus ik zou zeggen, kijk weer. Want geen keukenstress dit jaar. Oké, dressing aan de kant. Ga ik even een bordje pakken waar ik het allemaal mooi op kan gaan serveren. Nou is deze groente natuurlijk een beetje vochtig. Dus ik heb hier een bord met keukenpapier. En dat is wel altijd een dingetje. Die groente moet wel redelijk droog zijn. Want anders blijft die dressing niet goed hechten aan de groente. Water en vet, dat mengt natuurlijk niet met elkaar. Dus dep hem even goed droog. En wat ik nu vandaag met venkel en radijs heb gedaan, doe dat bijvoorbeeld ook eens met bosui. Dan krijg je ook hele leuke bosuikrulletjes. Het ziet er gewoon heel feestelijk uit. Goed, zoiets. Eventjes nog goed droog deppen. Dan hebben we natuurlijk die lekkere dressing. Kijk, oranje, wit. Beetje paarsroze. Prachtig. Pistachenootjes. Heb ik hier ook nog wat geitenkaasbolletjes. Dat is ook heel lekker geitenkaas met venkel. Past heel goed bij elkaar. Een paar takjes dille eroverheen. En de sliertjes sinaasappel. Kijk nou, hoe prachtig. De recepten van vandaag kun je terugvinden op jumbo.com/wateten we. En het leuke is, je kunt daar ook gewoon door de weekse recepten terugvinden. Omdat je misschien nog niet toe bent aan dat kersteten. Dat komt natuurlijk nog. Dus ga eventjes naar de site en kijk eventjes wat we daar allemaal voor lekkere recepten hebben staan. Ik ga deze neerzetten. Kijk dan hoe ontzettend gaaf het eruit ziet. Dit zijn ze dan, de drie sterren van vanavond. Salade met gerookte eneborst, een Hollandse garnalencocktail in een avocado en een groente carpaccio. Ik hoop dat er iets tussen zit wat je lekker vindt. Kun je die weer afvinken? Voor nu een hele fijne avond.